Als het doorgaat wat de watervereniging wil, dan is het dood gewoon einde oefening van de totale garnalensector in Nederland. Het is gewoon puur oorlogsverklaring. Het gaat wel om natuurgebieden. Natuur staat op één. Dus dan moet je echt beschermende maatregelen nemen. Garnalenvissers en natuurorganisaties. Jarenlang waren ze tot elkaar veroordeeld om er in goed overleg uit te komen. Maar sinds een paar weken staan ze lijnrecht tegenover elkaar. De garnalenvissers vrezen voor een naderend einde nu de milieuclubs een vergunning aanvechten. Een vergunning die eigenlijk al geen echte vergunning is. Want het garnalenvissen wordt tot 1 oktober gedoogd. Als mijn vergunning niet ingetrokken wordt, want ik heb nu een gedoogvergunning, maar als ik straks niet een nieuwe vergunning krijg, wat moet ik dan? Ik bedoel, dit bedrijf, pak een beetje, tussen de 8 ton en 1 miljoen is het waard, met vergunning en alles. Als ik geen vergunning krijg, 20.000 euro, hè? Sloopprijs. Als ik dat krijg. De onzekerheid bij garnalenvisser Corrie Nagel is groot. Zijn Harlingse kotter uit 1929 heeft nog 8 maanden een gedoogvergunning. De eis is dat hij voor die tijd een nieuwe katalysator aanschaft om de stikstofuitstoot te beperken. Kosten 100.000 euro. Misschien is hij ook al met zijn laatste olie bezig. Wie zal het zeggen? Een nieuwe motor wordt voor de helft gesubsidieerd, maar het blijft een forse investering als je niet weet of je na 1 oktober nog wel kan blijven vissen. En je krijgt weer een vergunning voor 6 jaar of voor 10 jaar. Dan zeg ik, nou weet je wat, ik bel nu nog, waar jullie bijstaan. Dan bel ik nu nog ter plekke en dan bestel ik hem. Maar ze zeggen tegen mij, ga maar investeren, gooi er maar een ton tegenaan. En dan zien we over 3/4 jaar wel of je wel of niet een vergunning krijgt. En weet je wel hoeveel brood je kan kopen voor een ton? De gebieden waar de vissers garnalen vangen werden in de jaren 90 bijna allemaal Natura 2000 gebieden. En het zijn juist die gebieden waar natuurorganisaties hun pijl op richten. Het betreft het grootste deel van de Noordzeekust, boven de eilanden, maar ook de gehele Waddenzee. Nou, we hebben het hier over vissen in beschermde natuurgebieden. En met een hoge intensiteit, dus 250.000 uur vissen. En dat heeft effect op de zeebodem en het leven wat daarop zit. Dus de garnalennetten slepen over de bodem. En waar het ons om gaat is dat eigenlijk daar onvoldoende rekening mee wordt genomen in de vergunning die ze nu willen gaan afgeven. En inderdaad op dit moment nog gedogen. Maar ons probleem zit erbij het feit dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met het effect van het vissen op de zeebodem. Nou ja, dit gaat over de bodem. Deze rol, je ziet dat rolt gewoon eroverheen, net als een wiel. En die garnalen die schrikken ervan en die springen gewoon omhoog. Dus het net zelf zit al 12 centimeter boven de grond, de ingang van het net. Dus ze moeten gewoon omhoog springen. Natuurorganisaties dreigen over een paar weken naar de rechter te stappen als het ministerie niet ingrijpt. Ze stellen dat de garnalenvissers moeten bewijzen dat deze vorm van vissen niet schadelijk is. Aangezien zij aanwijzingen hebben dat het wel schadelijk is. Het werkt zo dat wil je vissen in natuurgebieden dat je moet aantonen dat je geen effect hebt. Het is niet zo dat wij geen effect zien. Je ziet steeds meer rapporten die eigenlijk aangeven van de intensiteit is te hoog. En het bodemleven verandert daardoor, verarmt daardoor. Wetenschappelijke twijfel is voldoende om geen vergunning te geven. Zo stellen de natuurorganisaties. Kees Taal, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, vindt dat daarvoor meer onderzoek moet plaatsvinden naar de schadelijkheid van het omwoelen van de bodem. Vissers vinden en denken dat omwoeling zeker niet negatief is. Dat dat juist meer leven brengt, net zoals een boer op het land doet. De grond bewerken. En ja, onderzoek moet laten zien of het, wat de gevolgen zijn. En tot nu toe is daar gewoon nog veel te weinig bewijs voor of het schadelijk is of niet. Sommigen zeggen het helpt juist. Het is als zeg maar een akker die de boer ploegt. Ja, dat zou kunnen dat sommige soorten daarvan profiteren. Daar zien we dus ook nu in de wetenschappelijke rapporten iets van terug. Dat soorten, de opportunisten, daar heel goed bij gedijen. Maar de soorten die dus kwetsbaar zijn, die raak je kwijt. En het is natuurlijk niet zo dat we hier in het natuurgebied op zoek zijn naar een productieve akker. Maar we willen hier zeg maar de unieke natuur behouden en het liefst ook herstellen. Garnalenvisser Nico Letsch, in Scheveningen beter bekend als Nico Zeebonk, gaat ermee stoppen. Hij heeft zijn zoon gezegd een andere baan te zoeken en heeft zijn boot te koop gezet. Als we zo bezig blijven, dan stopt iedereen hem dadelijk bij. Dus dat is zo zonde. En ik heb hem straks de garnalen buitenland vandaan gaan halen. En daar wordt hij zo met de milieu gekeken daar zo. Met de kwaliteit. En dan krijg je allemaal die baggertroepen hierheen. Dus het is gewoon een beetje krom allemaal. Dus, zo denk ik erover hoor. Een ander over denk ik wat we nu weten. Maar
Zo zie ik dat als mijn visie gewoon is. Volgens onderzoeker Kees Taal heeft het niet afgeven van nieuwe vergunningen mogelijk grote gevolgen voor de visserij. 200 actieve garnalenkotters, die gaan dan nul worden. De omvang van de Nederlandse visserijsector wordt dan dusdanig klein dat ook alle toeleverantie eromheen, misschien ook wel zelfs de scheepsbouw, uiteindelijk teloor zal gaan. En dat is iets wat we volgens mij toch niet echt willen in Nederland. Nou, we hebben het nu over de vergunning voor de komende 6 jaar. We zijn ook al 10 jaar met het ministerie van LNV in gesprek over wat wel en wat niet kan. En we zien nu eigenlijk dat het ministerie daar erg weinig van overneemt en op dezelfde wijze als de afgelopen jaren weer door wil. Nou ja, wij vinden dat gewoon echt niet kan. En we vragen dat de minister eigenlijk natuur op 1 zet, zoals ze ook zelf zegt. En met meer oog voor die natuur de garnalenvisserij eigenlijk gaat vergunnen.